Welkom bij Amex TV. Yo, 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 welkom bij Amex TV. Jullie denken natuurlijk, wie is deze jongeman? Mijn naam is Xavier. Je zou me kunnen kennen van Gewoon Doen. We gaan van België tot Nederland met de vraag van vandaag. En dat is, wat is jouw type? Oké, light skin, krullen, langer dan mij, boven de 1,60 of zo, ik weet niet. En hij moet wel een goede innerlijk hebben, weet je wel. Let's get it. Alright jongens, vanuit Rotterdam, we staan bij de lijnbaan en ik sta hier met... Bente, Niobe, Dero, Ivy, Sienna, Denise, Ruby en Zina. En hoe oud zijn jullie dames? 14. Ik ben 19. Ook 14. En Zina is? Ook 19. Ook 19. En jullie zijn vriendinnen, nichtjes? Nee, we zijn vriendinnen en ze is hierheen toe verhuisd, dus ik ben hier even een weekendje. Dames, van waar zijn jullie? Rotterdam. Rotterdam Zuid, Noord. En jij? Waarom lach jij? Noord. Noord? En wat doen jullie vandaag hier in Centraal? We gaan zo even eten bij Fappiano. Ja? Shoppen, want we hebben vanavond een soort van Halloweenfeestje. Organiseert jij? Nee, mijn andere vriendin die organiseert het. Top, top. Even een weekendje. En waar woon jij dan? Ik kom uit Alkmaar. Oké, ja. Je woont bij mij in de buurt. Ik kom uit Amsterdam. Maar goed, dames. Ja, dichterbij dan Rotterdam, weet je. Oké, okay. En je bent voor AZ of Ajax? Daar ga ik geen uitspraak over doen. Wat vroeg je? Of ik voor AZ of Ajax? Maakt niet uit jongens. Even ter zake. Nou, we hebben een hele simpele vraag vandaag. En dat is eigenlijk, wat is jouw type jongen? Dus waarop val jij? Ik denk alles behalve white. Dat mag je gewoon zeggen hoor. Okay. En jij? Ja, ik heb niet echt een type. Maar... Je hebt niet echt een type? Maar val je dan op karakter? Ja, gewoon innerlijk. Innerlijk? Ja. Maar het oog wil ook wat, toch? Wat zegt... Het oog wil toch ook wat? Ja, hij moet ook wel gewoon knap zijn, maar hij moet wel goed innerlijk hebben. Ik weet het niet zo goed. Ik val op, op mensen met persoonlijkheid. Een beetje van die skaterboys, e-boys, dat soort... dingen met van die chains en zo. En als hij dan van die leuke sieraden draagt, dan vind ik het al heel nice. Jij valt op de skate guys? Ja, zeker. Mijn vraag aan jullie is, wat is jullie type jongen of meisje? Is het meisjes van? Ja, jongen. Vertel. Light skin. Ja, langer dan mij. Yo, wacht. Het is wel raar door die ene. Oké, light skin, krullen, langer dan mij. Boven de 1,60 of zo, ik weet niet. Ja, dat is wel raar, want je doet daar precies na. Ja. Light skin. Ja, het is wel zo. Oké. Wat trekt je aan bij light skins? Eigenlijk, ik kan ook wel op dark skins vallen hoor. Maar het is gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind hun gewoon mooier. Ik weet niet, ja. Ik ben zelf Nederlands, dus... Je valt op Nederlander? Ja. Dat is toch niet racistisch? Nee, maar... Dus jouw type is een blanke jongen. Dat mag je best zeggen. Ja, een blanke jongen. Ja. En hoe zit dat met jou? Wel iets anders, want ik val niet op blanke jongens. Echt niet. Het is niet racistisch hoor, dat ze niet op blanke jongens valt. Je moet er gewoon verzorgd uitzien. Dat is gewoon belangrijk. En een klein beetje een tintje. Klein beetje een tintje. Verzorgd eruit zien. Qua karakter. Heel donker bijvoorbeeld vind ik ook niet heel erg, maar gewoon verzorgd. En gewoon lief. En hij moet echt niet stoer doen voor zijn vrienden, want dat is echt irritant. Dus als hij stoer doet, dan is dat een no-go. Dark skin. Dark skin. So, waarom dark skin? Vertel. Ja, gewoon mooie uitstraling. En dan gewoon meestal lang en zo. Daar hou ik wel van. Wat trekt je aan bij dark skin? Gewoon hoe ze zich gedragen. Hoe dragen ze zich? Als een man of zo. Gewoon dominant. Ja, dat klinkt echt meer. Maar gewoon dominant of zo, denk ik. Niet of wat? Nou, daar heb ik nog nooit mee contact gehad ofzo. Dus misschien, het kan van alles zijn eigenlijk, maar mijn voorkeur gaat uit naar dark skins. Oké, dus wat is echt een no-go? Geen persoonlijkheid. Maar even wat specifiek, even wat specifieker. We hebben ook qua uiterlijk of qua innerlijk, weet je. Ik heb net gehoord van als iemand heel stoer doet voor zijn vrienden, dat is echt een no-go. Wat vind jij? Wat vind ik leuk of wat vind ik niet leuk? Laten we beginnen met wat je wel leuk vindt. Oké, ik vind het leuk als iemand een leuke stijl, kledingstijl heeft. Als iemand... heel belangrijk, jongens. Gewoon verzorgd en... dat is wel heel... Ja.
bruin haar vind ik aantrekkelijk. Dus een beetje donker haar, verzorgd, leuke kledingstijl. Ja. En echt uit humor. Heel belangrijk, jongens. Nou, ik heb eigenlijk helemaal geen type eigenlijk. Nee. Wat trekt je aan als je een jongen tegenkomt? Oh. Wat kijk je eerst naar? Kijk je naar je gezicht, kijk je naar je schoenen, naar kledingstijl? Sowieso naar de lengte, want ik ben zelf natuurlijk ook heel lang. Dus hoe lang ben jij? 1,78. Dus dan moet sowieso boven die 1,90 zijn. Ja, moet. Ja. Nou ja, we zitten nu natuurlijk in een bepaalde lockdown. Of tenminste, de lockdown is voorbij. Maar we kunnen op dit moment niet zo heel veel. Dus eigenlijk is mijn volgende vraag van ja, hoe doen jullie dat op dit moment? Hebben jullie wel überhaupt contact met iemand? Of kan je wel een beetje daten? Hoe doen jullie dat tijdens de corona? Ja, ik had toevallig gisteren een feestje. Feestje? Ja. En daar was jouw crush? Nee, ja, heb ik niet. Heb ik. Heb je niet? Nee. Ja. Maar via dat feestje zou je eventueel in contact kunnen komen met iemand? Ja. Dus dat is een beetje hoe jij het doet tijdens de corona. Feestjes, huisfeestjes of ga je uit? Huisfeestjes. Of ga je uit, moeten we ergens zijn waarvan we het niet weten? Nee. En hoe doe jij dat? Nou, niet. Gewoon helemaal niet. Wat nee. Hoe doen jullie dat? Ja. Wat is dat? Nou ja, dat een beetje, nou, een beetje sociaal blijven, misschien een beetje daten. Nee. Jongens misschien ontmoeten, weet je? Tinder. Ja, maar niet echt. Niet echt, gewoon een beetje low, on the low, Tinder. Mocht je iets voorbij zien komen waarvan je denkt, ja, dan zou het eventueel kunnen, maar niet dat je actief aan het tinderen bent. Ja, ik zit wel op Tinder, maar ik vergeet gewoon vaak dat ik het heb. En dan heb ik gewoon zoiets van, oh ja. Nou, ik heb nog niemand gehad waarvan ik dacht, oh, met jou wil ik echt afspreken of zo. Het moet wel echt overtuigend zijn dan. Niet. Ik ben er nu echt niet mee bezig. Met wat ben je wel bezig? School. Dat is pas weer begonnen? Ja. Dus je focust 100% op school? Ja. Echt waar. Stop the cap. Stop the cap right now. En jij? Ja, ik vind mensen gewoon niet zo heel snel leuk. Dus ik heb gewoon niet echt het idee van, oh, met hem zou ik echt iets willen doen of zo. Dus tijdens deze hele lockdown zijn jullie eigenlijk, met z'n tweeën geweest? Nou, wel heel veel. Nee, er is wel. Maar ik heb eigenlijk ook heel veel school gehad en dat soort dingen. Dus school is pas weer begonnen? Ja, gast. Nee, voor corona. Oh, maar het hebben. Maar we hebben net een zomer gehad waarin we niet konden feesten. Oh, daar heb ik niet zo heel veel van gemerkt. Je feest sowieso niet. Nee, ik ga eigenlijk ook niet echt uit en dat soort dingen. Dus eigenlijk, het vliegt allemaal een beetje voorbij. Ja, ik heb niet heel erg door. Je hebt niet heel erg. Nee. Dus niet echt contacten gehad. Jawel, ik ben wel heel erg druk bezig geweest, maar de feestjes doe ik eigenlijk niet echt heel erg. Maar je bent wel sociaal geweest. Wat is een no-go voor jou? Heel veel gamen. Ik hoop dat dit op tv komt. Mitchell niet meer gamen. Dus dat is sowieso een no-go. Nou ja, het maakt niet uit, maar het mag minder. Minder Fortnite? Nee, Call of Duty. Warzone. Hey, wat is voor jou een no-go? Ja, ook inderdaad heel veel gamen. Dat hij echt alleen maar achter zijn computer zit of zo. En als hij niks wil doen, gewoon alleen maar binnen wil zitten of zo. Ik hou wel gewoon van naar buiten gaan. Dus ik moet geen saaie jongen of zo. Nu, heb jij jouw type jongen al gevonden misschien? Ja. Dus je bent al mee met hem samen, bedoel ik? Wat zeg je? Zijn jullie al samen? Ja. Hoe lang zijn jullie samen? 3 maanden of zo, 2. Top. Jij? Nee. Nog op zoek? Niet per se. School gaat gewoon voor, maar het is gewoon leuk, denk ik. En uiterlijke kenmerken, ik bedoel, vind je het erg als iemand wat voller is of wil je echt spieren zien? Nee, ja. Wel langer dan ik. Want ik ben best wel lang. In ieder geval langer. Ja, en gewoon gezond. Gewoon als je goed voor jezelf zorgt dan. Iedereen moet ook goed voor zichzelf zorgen. Oké, jij zei net alles behalve eigenlijk blanke jongens. Ja. Maar oké, typische uiterlijke kenmerken zoals zij die net gaf. Waar val jij dan op? Ja, waar val ik dan op? Ik denk wel gewoon wat langer dan ik. Maar zelf ben ik niet zo heel lang. Maar voor de rest maakt het me eigenlijk helemaal niet heel erg uit. Als het niet zoveel uitmaakt, wanneer ben jij dan verkocht door iemand? Ik bedoel, qua uiterlijk, oké, daar heb je heel veel verschillende soorten types, zeg je eigenlijk. Ja. Maar wanneer ben jij om? Als hij mij iets kan bieden wat ik mezelf nog niet kan hebben bieden. Zoals? Wow. Interessant. Ja, gewoon zeg maar, hoe zeg ik dat?
Misschien als je elke dag het gevoel hebt alsof je iets van hem leert, zoek ik het dan een beetje goed? Ja, ook, maar ook gewoon een toevoeging hebben aan iets. Dus zeg maar niet dat hij mag drainen of zo, qua energy. Oké, dus hij moet je wel motiveren waar je mee bezig bent. Ja, en niet bijvoorbeeld denken van, oh, je bent echt veel met school bezig, waarom heb je geen tijd voor mij? Gewoon supporten. Dat je juist motiveert omdat je veel met school bezig bent. Ja, en dat ik gewoon dingen blijf doen die ik gewoon altijd heb willen doen en niet, zeg maar, hoe zeg ik dat? Niet dat hij opeens tegen je zegt van, hey, die foto mag je niet posten op Instagram, ja, dat is te sexy. Ja, of stel ik wil in het buitenland gaan werken, dan hij dan zegt van, ja, maar ik blijf hier en dan ga ik het uitmaken of zo, dat soort dingen. Dan, dus gewoon iemand die je steunt in het leven, iemand die best wel supportive is. Ja. Oké. Dan nu komen we bij de no-go's, jongens. Wat willen, meiden? Oh. Wat willen we niet? Wat willen we echt niet? Wat wil ik echt niet? Ja. Lui en geen passie voor iets. Jongens, dit was weer een nieuwe video op het kanaal van Amex TV. Dank jullie wel voor het kijken. Vergeet vooral niet te liken, abonneer, volg het allemaal. Waarschijnlijk niet de laatste keer dat jullie me zien op het kanaal van Amex. Dus hou het sowieso in de gaten. Peace.